Het terrein van voetbalvereniging SV Leones in Beneden-Leeuwen werd deze vrijdag omgetoverd tot festivalterrein. Speciaal voor jongeren van 11 tot 16 jaar. Voor het eerst werd hier het festival Next Generation georganiseerd. Met allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Textiel bedrukken, een DJ-workshop, make-uppen. Er is van alles te doen voor de kids in West Maas en Waal. Het is dé manier waarop de gemeenteraad erachter wil komen wat jongeren zoal bezighoudt. Zij vinden het namelijk erg belangrijk dat de stem van de jeugd in de gemeente wordt gehoord. Nou, ik wil ze ook het gevoel geven van je hoort erbij, je doet ertoe. En we hebben zeg maar, een hele lastige coronaperiode gehad. Daarin werd vereenzaming is dan inderdaad best wel heftig geweest. We willen juist uit die eenzame gevoelens krijgen en meer de verbinding met elkaar vinden. Zorgen dat kinderen gewoon weer kind kunnen zijn, lekker spelen, goed in een vel zitten, plezier en geluk ervaren en met elkaar. En minder op de telefoons en op de iPads. En om zoveel jongeren te verzamelen, moet je erg creatief zijn. Als je een advertentie schrijft of een post maakt, ja, dan moet je maar hopen dat er iemand op afkomt. Dus ik ben gaan nadenken. Ik heb letterlijk een festivalticket ontworpen. Next Generation. Want dit is de jeugd, hè? Is morgen de toekomst. Nou, ik ben alle klassen langs geweest, alle groep 8 plus de middelbare schoolleer 1 en 2. Nou, dan zien ze meteen wat voor activiteiten te doen zijn. Er zit een klein afscheurrandje op, daar krijgen ze een consumptiebonnetje voor. Daar krijgen ze daar een frietje voor, een ijsje. De gemeenteraad van West Maas en Waal wil graag weten wat de jongeren bezighoudt. Deze middag wordt dan ook benut om goede ideeën van de jongeren te verzamelen en zo nog meer passende activiteiten te kunnen organiseren. Nou, wat we dus ook voor deze week ook extra hebben gedaan is inwonersparticipatie hoog op de agenda gezet. En daarin willen we vandaag ook de kinderen betrekken. Gewoon vragen aan de jeugdigen van wat heb je nodig om lekker te kunnen leven, lekker te kunnen spelen en in een goede, veilige omgeving op te kunnen groeien. En wat kunnen wij als gemeente daaraan bijdragen? Dus we zoeken veel meer het gesprek met elkaar op en ook dat we daar ook een passend vervolg aan kunnen geven. De kinderen zijn in ieder geval al enthousiast over deze middag. Ja, ik vind ze leuk. Het is leuk bedacht en ook goed te doen. En wat ga je vandaag zelf doen? Ik denk gewoon een beetje rondlopen en een paar spelletjes doen met een paar vriendinnen. Heb je al iets gedaan? Ja, we hebben dan moest je gaan staan en ging zo'n ding draaien en dan moest je daar overheen springen. Dat heb ik al gedaan.